Ik ben nu met deze bezig. Het is een beetje een mix van zelfbedachte soort van styling doen in een tekening. En ook wel iets bestaans. Dit is een jasje van de laatste Lanvin collectie die uit is gekomen. Ik had mazzel met het voorbereiden van deze expo. Want aan inspiratie geen gebrek. Er waren echt zoveel ontzettend goede nieuwe collecties om dingen uit te kiezen. En vooral ook voor mannen. Ik heb me een beetje vooral gericht op veel mannen tekenen dit keer. Ook omdat dat mij wel ligt. En ik vind dat daar nog best wel veel in te ontdekken en uit te zoeken valt. En dat er dat het best een beetje een gat in de markt is. En ik ben natuurlijk zelf ook een man, dus daar kan ik beter een soort van vanuit intuïtie mee werken. En ik vind het heel leuk om die mannen in mijn tekeningen nogal excentriek en flamboyant uit te laten zien. Misschien meer dan ik zelf durf op een doordeweekse dag mee over straat te lopen. Dat is echt mijn manier van mezelf een soort van uit. Het is echt mijn klep. Heel cliché, maar wel waar. Ik kan me heel erg verliezen, zoals je ziet, in de kleine details priegelen. Maar dat vind ik ook wel altijd heel leuk en fijn zelf ook om naar te kijken in een tekening. Als je ziet dat iemand daar ook vrij in is geweest en echt zijn handschriften in heeft kunnen laten zien door, nou ja, soms een beetje snelle lijnen neerzetten en af en toe ook even echt helemaal je brein uit te zetten en gewoon je hand het werk te laten doen. En dan ook weer juist terug te komen op bepaalde stukjes, zoals bij zijn oorbel of een hoedje of zo. En dan weer even heel erg neutrig in een klein stukje duiken, zeg maar. En zo samen wordt het dan hopelijk een heel kleurrijk, speels, leuk geheel. Nog een extra glimmertje. Nooit te veel glimmertjes. Ik heb het afgelopen jaar me heel erg gericht om zoveel mogelijk echt analoge, handmatige materialen uit te proberen. Ik was tot voor een jaar geleden eigenlijk nog heel veel ook digitaal bezig met kleuren. En eigenlijk sinds ik nu afgelopen jaar de tijd heb genomen, of gekregen eigenlijk door die hele coronazooi, om dat dus even helemaal gewoon de tijd voor te nemen en uit te zoeken wat mij nou ligt, kwam ik er ook wel achter dat ik eigenlijk dat digitale ook toch deed uit een beetje angst voor dingen in het echt doen, omdat je natuurlijk in het echte leven geen backspace knop hebt. En die miste ik aan het begin ook wel heel erg de hele tijd. Dat je een soort van eerst een half uur bang bent om iets op papier te zetten, omdat je weet dat er geen no way back is, zeg maar. En op een gegeven moment kwam ik daar wel in en is het nu eigenlijk, heeft dat juist ook wel iets heel leuks en iets spannends. Dat het soort van echt een consequentie heeft als je iets doet. Dus het is een andere soort van manier van concentreren. Maar wat me eigenlijk wel erg bevalt en ik mezelf ook wel mee verbaasd heb dat ik dat op kon pakken. Hierin heb ik ook heel veel verschillende materialen gebruikt. Het is deels waterverf, het is deels acrylverf. Ik ben helemaal verzot op deze vloeibare acrylpotjes. Ik heb me helemaal schil gekocht aan verschillende kwastjes. Dat was wel lastig in de lockdownperiode dat je niet gewoon naar de art supplies winkel kon om het zelf uit te zoeken. Maar dat je een soort van een foto van een kwastje maar moest aanklikken van nou, hopen dat die klein genoeg is. Uiteindelijk na 3 dozen kwastjes te hebben besteld die allemaal niet klein genoeg waren, kwam ik op een beauty online winkel die nagel art kwastjes verkocht. In echt de meest minuscule maatjes. En daar deze is van, daar ben ik heel erg blij mee. Want daarmee kan je dus dit soort dingen heel goed doen. Ik moet soms alleen wel oppassen dat ik niet te lang doorga met dit friemelen. En zeker als je tegelijkertijd aan het praten bent, gaat dit soms een beetje.